Het Nederlands waterpoloteam speelt in aanloop naar de Universiade in augustus in Taiwan 3 oefenwedstrijden tegen Canada. Zaterdagavond speelde het team van Robin van Galen in het Goffertbad in Nijmegen en het verloor nipt met 11-10. Na de wedstrijd spraken we met de bondscoach. Nou, we begonnen niet goed. Het leek wel alsof we echt meer met het koude water bezig waren in onze beleving dan. 21 graden vind ik nog wel meevallen. Ik moet zeggen dat ze daarna wel zich goed herpakten. En corrigeerden we ook wel in de wedstrijd. En met scoren ook. 3-2. En daarna speelden wij een gewonnen wedstrijd. 5-3 voor, 7-4 voor. We waren echt beter. En zelfs tot in de vierde periode. 9-7 voor. Maar ja, weet je, dan in de aanval krijgen we weinig mee. En missen we een paar kansen om ruimere afstand te nemen. En je ziet toch wel dat Canadezen een goede ploeg hebben. En dan puntje voor puntje terugkomen. En dan wordt het gewoon weer een hele spannende wedstrijd. En dan denk je dat het naar een gelijkspel eindigt. En dan bereid je je al een beetje voor, bij wijze van spreken, in je hoofd met penalties. Ja, en dan glipt die overwinning uit handen door die laatste goal in de laatste minuut. En ja, dat is natuurlijk doodzonde. En ook al is het een oefenwedstrijd, daar ben je toch even doodziek van. Kijk, toen we 4 jaar geleden in deze klus begonnen in 2013, was er niks. Hè? 0 euro, 0 sponsors, geen geloof. En in 3 jaar tijd halen we bijna Rio. En in 3, 4 jaar tijd hebben we enorm veel goodwill opgebouwd. We hebben weer steun van het NOC-NSF, we hebben steun van de Zwembond. Alleen moet het op een gegeven moment vervolg krijgen in prestatie. En we zijn in de afgelopen 4 jaar van plaats 35-40 gestegen naar plaats 13-14. Dus we zijn echt wel op de goede weg. Maar als we in Tokio erbij zijn en daar in de top 10 spelen, doen we het gewoon heel goed. En pas later kan je dan zeggen, 4 jaar later of 8 jaar later, ga je proberen voor de medailles mee te spelen. Dat is gewoon een lange termijn proces.